Oké. Dag. Doei. Zo, we gaan even muzikaal onderbreken, want we hebben natuurlijk de Foute Hansparade. Ja, precies. Dat hebben we zeker. Wat een fijne samenwerking trouwens met Christine. Zo'n grote waffel van Leo Driessen er doorheen. Heerlijk, heerlijk. Ik hoop dat iedereen ervan geniet. En waar we ook van gaan genieten is natuurlijk een schitterend optreden van Boeren Power. En zeg zelf maar even, dit is Boeren Power hieromheen. Wat voor nummer jullie gaan spelen, want het is moeilijk te verstaan, hè? Het is een Groningstalig nummer en het heet Een Koortje Nog Nergens. En waar gaat het over? Want ik geloof dat het een liedje is geschreven voor je vriendin, maar ach... Ja, het gaat over een meisje die ik kwijt ben en ik zoek haar dus... En ik vind haar wel ergens. Dus. Ja? Ik zie het wel waar. Is het geschreven voor je eigen vriendinnetje? Nee, dat niet. Dat niet? Voor wie dan? Nou, voor een ook mysterieuze gast. Nou, ik ben heel benieuwd, heel benieuwd. Zeg, jullie genre, hoe kan je je eigen groep betitelen? Groningstalige rock. Mm-hmm. Dus, en iedereen begrijpt dat altijd heel goed, want ik vind het altijd zo dapper van jullie. Dat het toch eigenlijk is die tekst zo moeilijk te begrijpen. En jullie zetten hem, jullie gaan maar door gewoon, alsof er niks aan de hand is. Ja, een koele oosten, hè, af noorden. Dus... Ja. Je zit wel, dus kom maar goed. Je hebt helemaal gelijk. Laten we maar snel gaan luisteren naar Boeren Power met het nummer. Koortje Nog Nergens. Applaus. Ik heb gewoon geld in mijn buurt. In mijn fietsbaan, daar is lek. Een aken heb je afschuwd van die kruisende licht. Maar ik draag nooit als een chantal voor de reus nou verkroeling. Ik koop weer een koortje nog nergens. Het zal het hier weer zijn, ik vind die hoor uit. Ik koop weer een koortje nog nergens. Het zal het hier weer zijn, ik vind die hoor uit. Oké, slash, kom op. Zelf van, was de kat er direct mee, hè? Nou, viel mee. Geen doen voor niks. Ah, schitterend. Zeg, voor alle mensen die de mestlucht geroken hebben en snel een keer naar jullie optreden toe willen, waar zullen jullie allemaal te zien binnenkort? 6 juli, een hele belangrijke optreden van ons. En dat is in Veendam met het voorprogramma van Normaal, dus. Ja, en dat doen jullie een aantal weken? Nou ja, gewoon 1 avond. Eén avond, dan moeten ze maar kijken of ze het leuk genoeg vinden. Jongens, hartelijk bedankt en wie weet komen jullie nog een keer terug. Kobus. Zwaai maar naar thuis. Yo. Dankjewel, jongens. Ja. Hartstikke goed gedaan. Foute Hansparade voor de eerste keer. Later in het programma zien we ons natuurlijk voor de tweede keer terug met weer zo'n prachtige band. Goed, we zijn gebleven bij de mysterieuze gast. Ben je daar nog?
Jasper. Ik heb genoten van het optreden. Heb je ervan genoten? Net zoals ik? Ja, nou ja, ik ben gek op normaal, hè. Wat zeg je? Normaal, daar ben ik echt gek op. Ja, absoluut. Ja, het is een beetje in die stijl. Ja. Hey, blijf even hangen, want ik heb een aantal mensen...